burgemeester van Veldhuizen. Ja, wat een gekke dag voor Enschede. Nare dag voor onze stad, voor onze goede stad. Ja, ik hoop hem ook niet weer een keer mee te moeten maken. Maar dat zullen we niet weten, maar we doen er alles aan om dat te voorkomen. Wat we kunnen doen, moeten we doen. U bent de wijk in geweest, Velverlindehof. Wat hoort u daarvan, bewoners? Nou, het was een beetje een onnatuurlijk moment, want er was heel veel pers bij. Dus ja, dan begrijp je ook dat mensen, je kijkt elkaar meer aan. Je legt dus een hand op de schouder en mensen, heel lief, wensen mij succes en wijsheid. Dus dat is aardig. En ik ga vanmiddag daar weer naartoe. En iedereen die wil komen praten, die kan komen praten. Helpt mij misschien ook wel even. Bewoners zeggen ons van wat jammer dat onze wijk nu weer zo negatief in het nieuws komt. We waren juist die wijk aan het opbouwen, veel vernieuwing. Ja, wat jammer nou. Velverlindehof moet gewoon trots blijven. Het is een mooie wijk, het is een goede wijk. Het ziet er prima uit. We moeten ons hier ook weer niet door uit ons evenwicht laten brengen. Het is wel zo, in zijn algemeenheid, leven en laten leven is heel mooi. Maar als je dingen bespeurt waarvan je zegt, nou ja, dat zou toch goed weten zijn als politie dat weet. We hebben meldmisdaad anoniem. Daar wil ik ook nog wel eens over spreken. Of mensen nou de veiligheid en de vrijheid voelen om dat te doen. Ik kan me voorstellen zeggen, nou nu al helemaal niet meer. Maar ik denk, als je het goed wil houden, dat je allemaal een beetje moedig moet zijn op dat punt. Want anders kun je je kinderen niet doorgeven wat je hebt, maar iets minder. In dit geval gaat het om een tamelijk vaag bedrijfspand in die wijk, hè, waar geen borden op hangen. Volgens Kamer van Koophandel, u zei het net zelf, worden daar tuinartikelen verkocht in een export van tweedehands goederen. Alles, ja. Maar wat vindt er nou echt plaats? Weten we dat? Nou ja, we zijn een keer binnengestapt, zoals dat heet. En dan krijg je de indruk van een growshop. En dan is onmiddellijk de vraag, moet dat dan niet dicht? Mm-hmm. Ja, dat had ik graag gedaan, maar dan moet je even een heel dun lijntje lopen. Is de openbare orde zodanig geschonden? Normaal aan- en afverkeer, ja, dat is geen schending van de openbare orde. En de gezondheid, is die dan in gevaar? Nou, er waren ook geen termen voor. Dus dan gaat dat niet. Als er strafrechtelijk tegelijkertijd, er liep een onderzoek, twee mensen gearresteerd. Mm-hmm. Ja. Dus die zijn ook uit het verkeer genomen, om het maar zo te zeggen. We controleren daarna, dan vinden we ook niks. En als je zegt, nou ja, als je het had dichtgedaan, was dit dan niet gebeurd? Nou, deze mensen moesten de wereld uit. Dan was het op een andere plek, op een andere tijdstip had men het geprobeerd. Dus dat weet je niet. U sprak ook over ondermijning. Kunt u dat uitleggen in dit verband? Ja, dat is altijd een lastig woord, maar het is eigenlijk heel simpel. Het is de georganiseerde criminaliteit en die doet uitstekend zijn best om niet zichtbaar, niet hoorbaar, niet voelbaar te zijn. Misschien aardige mensen. Maar die op illegale manier toch heel veel schade aanrichten. Ook naar kwetsbare medemensen. Of naar jongeren die ze erin halen, omdat het belooft snel veel geld. Ja, en zo eindigt het dus. En ik heb ook, vinden mensen misschien ook raar, mijn medeleven uitgesproken naar de families van de mensen die er niet meer zijn. Niemand kiest ervoor om zo te eindigen. En niemand zou ook dat pad op moeten gaan. Dat is ook een les. Toch weer. En die ondermijning, heeft u voldoende middelen als burgemeester om daar iets tegen te doen? We zouden natuurlijk als inwoners en als burgemeesters, politie en justitie heb je nooit genoeg. Het is een oneindige vraag en het is verdelen van schaarste. Maar ik hoop aan het eind van deze week daar wat goed nieuws over te kunnen brengen.